Hallo Apoletters, en je kijkt nu weer naar Minecraft Survival met Boudewijn. En ik ben al een eindje overweg. Het is de tweede aflevering als ik het goed heb. Ja, tuurlijk. Nou, laten we beginnen. Ik ga ten eerste... ik heb al een dak. Oké. Laten we ten eerste eens even lekker gaan minen. Ja, dat is niet het eerste wat je opkomt als je Minecraft gaat spelen. Of misschien ook wel, ligt eraan. Maar. Ik ga je natuurlijk wat tips meegeven hoe je het best kunt minen. Nou, ten eerste wil je zo snel mogelijk naar Diamond Level. Diamond Level houdt in gewoon dat je... Diamond Level houdt in het grondlevel, de diepte level, zeg maar. Het hoogte level. Dat zie je als je op F3 drukt. En dan naar... Kijk, wacht. Ik weet niet of je het zo hier... Ei staat daar zo. Als je daar naar kijkt, dat moet op 12 ongeveer staan. Dan heb je de meeste kans op diamond. Dus onthoud die F3. En die diamond level. Je wil er zo snel mogelijk heen. Dus als je een pad van 2 breed 2 hoog maakt. En ja, gewoon steeds omlaag. Dan kom je er het beste. Ja, je kunt het ook zo heen. Eén pad maken, maar dat is vervelend. Dat ziet er ook niet mooi uit. Nou kijk, ik zit nu op 58. Oeh, ik gooide mijn pickaxe weg. Dat is niet wat ik wil. Nou, we gaan gewoon lekker verder. Nou kijk, ik ga nu 1 omlaag. 57. Ja, dit zijn allemaal basisdingen. Dat zijn beginners die dit nog niet weten, maar de meeste mensen weten het wel al. Maar ja. Nou, dat ga ik dus als eerst even doen. Lekker minen. Oh, cool. Ondertussen. Dat is ook wel nice. Ja. Oh yeah. XP. Yum. Vaak is het zo. Iemand die een oor vindt, die hakt gelijk de hele oor. Nou, ik ben zo iemand als ik iets... Als ik bezig ben met een doelpunt. Of als ik bezig ben met een doelstelling. En dat heeft niks met koolhakken te maken. Dan sla ik het gewoon over en dan loop ik gewoon door. Dat is best wel logisch. Dus. Maar ja. Ik heb eigenlijk een vraag voor jullie Apoletters. Ik heb nu een spel. En het heet Amnesia The Dark Descent. Alleen, ik heb het al eens gespeeld. En ik vond het nogal eng. En ik hoorde dat dat voor meerdere mensen het geval was. Nou, is de vraag aan jullie. Willen jullie dat ik dat spel voor jullie ga spelen of niet? Hele simpele vraag. Zijn mensen die wel van horror houden en dat soort gedoe? Mensen die er helemaal niet tegen kunnen. Alle respect voor. En ik hoop zoveel mogelijk comments te krijgen over of ik het wil, of ik het moet doen of niet. Dus tja, ik ben in ieder geval benieuwd. Lijkt me gewoon, ja, ik heb maar een klein stukje gespeeld, maar lijkt me gewoon fucking... Lijkt me een heel vet spel. Lijkt me super spannend en zo, dus... Ik weet niet of er mensen zijn die dat hebben gespeeld. Sowieso like doen, maar... Als je het hebt gespeeld... Nu ook een comment erbij. Een leuke comment. Zeg gewoon... I did, and I liked it. Ja. Ik ken overigens wel mensen die het hebben gespeeld. Die hebben mij ook wat dingen uitgelegd en... Ja. Nou. Ik ben al een eindje ver. Even kijken. Ik zit al op 37. Nou. Ik denk dat als ik op 12 zit dat mijn pickaxe al kapot is. Dus dan zou ik toch gewoon weer naar boven moeten. Ja. Dat denk ik wel. Weer kool, sla ik ook weer gewoon over. Kijk, als ik nou diamond tegenkom en er zit rechts nog een diamond, ja, dan ga ik die niet overslaan. Maar ik bedoel, kool. Tja, als ik nodig heb, dan pak ik het wel. Nu heb ik nog niet zo heel veel nodig in het begin. Ik gebruik eigenlijk niet zo vaak kool. Ik weet niet of jullie allemaal Tacket kennen, dus... Iets met industrial craft en zo, build craft, en dan krijg je allemaal van die dingen. Dan moet je zoveel infernussen stoppen. Ja, dan kun je ook andere dingen als kool infernussen stoppen. Maar op het begin heb je dan echt heel veel stacks komen. En dat is... Ja, dan moet je gewoon blijven minen steeds eigenlijk.
anders is het gewoon niet haalbaar. Daarom vind ik Tekken ook niet leuk. Met de machines en zo. Ik hou gewoon meer van basic Minecraft. Oh. De pickaxe is eerder kapot als ik verwacht. Level 26. Dan gaan we maar eens rustig naar boven. Yep. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ja, ik heb ook nog een keuze voor een spel om te spelen. Team Fortress 2 heb ik ook net pas uitgevonden eigenlijk. Ik had er wel al van gehoord, maar ik interesseerde me er nog niet zo erg voor, dus. Maar, ja, zijn er mensen die daarvan houden? Want dan kun je ook gewoon commenten en kan ik dat misschien ook gaan spelen. Ik denk dat er vast wel mensen zijn die dat leuk vinden. Ja, ik ben nog wel een beginner, dus daar moeten jullie wel even rekening mee houden. Dus, ja, als ik een beetje noob ben, dan weten jullie waarom. Zo, maar even toortjes, een beetje licht, is dat er een monster spawnen, dat ik niet dood ga. Dat is dat ding. Ja. Als ik dood ga, dan is het niet leuk. Dus. Hoppakee, hoppakee. Dan, 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 dan. En daar gaan we. Oh, daar ben je wel even mee bezig, zeg. Jezus, hé. Ook vooral met een stone pickaxe. Als je met een diamond was, dan is het... Ik weet niet of jullie die kennen. Ik ken die nog van mijn peutertijd. Push, push. Ja. Zo'n koe. Of zoiets. En, die hadden allemaal vriendjes. En nu hou ik op, want het is te kinderachtig. ja. Dit duurt lang. Zaam. ja, je zult wel even tijd voor over moeten hebben, maar ja. Als je iets leuks wil, diamond bijvoorbeeld, ook nog maar 3 levels. Dan moet je het gewoon doen. Punt. Geen excuus. Absoluut niet. Zo. 1, 7, F3. Oh, mama. Dit is diamond level. Dames en heren. Ik kan nu gewoon op elk moment diamonds vinden in principe. Dus dit is wel grappig. Maar ja, ik blijf gewoon lekker rechtdoor mijnen. Kool. Oh ja, er zijn een paar dingen. Kool bijvoorbeeld. Er zijn een paar dingen die ervoor zorgen. Ja, het klinkt heel vaag, want het is je waarschijnlijk nog nooit overkomen, maar het is wel zo. Kool. En dirt en lava. Die 3 grondstoffen en ja, lava is geen grondstof. Dirt kun je ook niet een grondstof noemen. Maar ja, grondstoffen, materiaal, soort, spul, wat het ook is. Die vergroten zeg maar de kans op diamond in de buurt. Dus als je kool hebt, gewoon minen. Niet aarzelen. Op diamond level. Want dan heb je meer kans dan normaal steen. Dat er diamond in de buurt zit in ieder geval. Dat was weer een pickaxe. Nu ga ik naar boven. Definitief. Ja, definitief. Maar even voor een tijdje. Nu ga ik weer hout hakken. Ja. Overstap naar bouwen. En farmen misschien. Ja, farmen is ook wel leuk. Als het nacht is, dan ga ik vissen. Of dan ga ik spinnenweb verzamelen. Ga ik een vissenhanger maken enzovoort. Maar ja, dat hoeft nog allemaal niet. Alles, niks heeft haast. Alles heeft geen haast, niks heeft haast. Yo. Het is wel donker. Maar het is wel nacht. Ja, dat betekent... Tenminste? Ja, ik zie in de verte volgens mij al de zon opkomen. Of ja, ik weet het eigenlijk niet zeker. Nou ja,
Het eerste wat ik in ieder geval ga doen, wat wel belangrijk is, is een chest maken. Tom, 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 tom. Daar. Dat vind ik wel een mooi plek. Alle stenen in stoppen. Dirt. Kool. Iron. Nou kijk. Hout kun je ook gebruiken om te branden. Dit soort dingen. Iron. Als je daar eentje voor gebruikt, haal je het net niet. Kun je ook combineren met een sapling. Dan kun je ook mee branden. Zo kom je precies uit waarschijnlijk. Oké, wacht. Eerst eens een oven maken. Dat heb ik wel nodig. Zo. Laat op. Kijk, deze gaat natuurlijk heel snel. Als je deze dan daarna doet, komt hij waarschijnlijk precies uit. Let op mijn woorden. Precies. Misschien zelfs eerder. Ah, precies. Kijk, baas toch? Nu heb ik 2 iron. Ja, wat ga ik daarmee doen? Daar ga ik geen schaar van maken. Ik ga het bewaren voor een... Ja, waar zou ik het eigenlijk aan uitgeven? Ja, ik wil het liefst gewoon een pickaxe. Alleen, ik zie dat het net nacht is geworden. Dus, jullie krijgen jullie zin. Of ja, dat vul ik voor jullie in dat het jullie zin is. Maar... Iedereen wil vechten. Dus, let's fight. And starve into the darkness. Ik heb sowieso eten nodig en dat soort dingen. Dus... Tom, 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 tararadadam. Iron sword. Oh my god. Een koe. Ja, ja, ja. Oh, en een spin. Ja, ja, ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ah. Ah. De XP gainer. Waarom gaat die... Wow. Wow. Mijn levensgaan. Oh ja. Dat is ook iets. Je levensgaan af als je te weinig eet. Dat is echt vervelend. Dat we steeds weer eten gaan verzamelen. Ah, creeper! Nee, niet aan ploffen. Oh, nee, nee, nee. Oh, schaap dood. Leuk. Je bent met een mooie. Nou, nog een creeper. Nieuwe creeper, nieuwe kans. Maar gebruik ik altijd sprint om die creepers aan te vallen. Dat zal ik jullie straks wel laten zien. Het werkt heel handig daarbij. Dat zal ik straks wel laten zien als ik weer vollere levens heb voor eten en zo. Anders kan ik niet sprinten natuurlijk. Tjee. Yeah. Schapen heb ik eigenlijk niet nodig, dus hoef ik ook niet aan te vallen. Hee. Een zombie. Aha. Wow, die bewaar ik. Dat worden mijn huisdieren. Wow. Jongens, ik zal jullie bekennen. Ik heb nog nooit een ocelot als huisdier gehad. Ah! Dat meen ik, serieus. En ik heb al zo vaak Minecraft gespeeld. Ik had gewoon nooit... Ja, ik speel bijna nooit jungle biomes. Die vind ik te saai en te groot. Heel erg moeilijk om je huis te vinden en zo. Dus ik speel ze bijna nooit. Ik moet ze eigenlijk leren kennen. Dat ken ik dus niet, blijkbaar. Want ik heb die ocelots nog nooit als huisdier gehad. Ik weet wel hoe je ze moet krijgen. Je moet ze rauwe vis geven, volgens mij. Ja, weet je wel, wat je bij de slager of bij de vishandel koopt. Alleen dan rauw. En dat is best vies, alleen een ocelot. Eigenlijk een kat. Die vindt dat dus lekker. Niet mijn smaak. Maar ja, zo heeft iedereen zijn eigen smaak. En nu mag ik geen leventje meer kwijtraken, want dan ben ik dood. Tjus! Ja, wat zal ik eens gaan doen? Ik zal mijn huis binnen gaan. Eet eerst die rotten flesh op. Dan ga ik... Vleesjes bakken. Ja, dat ga ik eerst doen. Vleesjes bakken. Die. En nog eentje van die. Juist.
kijken zijn. Oh ja, nog iets over Rotten Flesh. Als je die eet, en je gaat gewoon rondlopen en verder met wat je aan het doen was, dan gaan er 2 levens van je eten af wat je hebt gegeten. Dus als je 0 levens hebt en je eet Rotten Flesh, zijn ze daarna weer af. Als je Rotten Flesh eet en je wacht even tot de hunger vergiftiging voorbij is, als je stilstaat dan, steaks already, dan gaat er gewoon niks af. Misschien hooguit een half hartje of nog niet eens. Kijk, ik zal het dus doen. Ik sta nu gewoon stil. 25 seconden. In totaal een halve minuut natuurlijk, maar ja. Ik zie er nog niks afgaan. Nou, heel klein beetje volgens mij. Ja, één hart, één dingetje. In eten is straf. Alleen. Oh. Iets meer dan één eten is eraf. Ja, dat verschilt ook per keer dat je het eet. Dat is altijd anders. Nou, ik eet even dit op. En het is zo vervelend. Je moet net 9 eten of meer moet je hebben om je levens op te laten laden. Dus, hey, ik heb nog een appel. Toevallig. Yay! Ik ga niet wachten tot mijn levens vol zijn. Ik ga gewoon gelijk weer aan de slag. Dat is de instelling. Veel monsters heb ik nog niet echt gevonden. Veel? Nee. Maar dat is ook niet altijd erg. Het is ook goed om wat minder monsters te doden. Want als jij dood, raak je XP kwijt. En dat is ook niet zo fijn. Denk ik toch dan. Oh yeah. Dirty. En dan spring ik hierop. Oh, lekker freestylen. Oh my god. Zag ik nou lava? Ja. Oh my god. Ik ga het schaap in de lava slaan. Jongens, dit is een episch moment. Het einde van het schaap. Ah. Oh, dit is zo bruut. Nog eentje. Nee, ik ga hem niet worden. Oh. Ik zie ook al die afgebrande boom hier. Ik kan dus... Wow. Kom dus door die lava. Een creeper. Meen je niet? Oh ja. Yeah. Ja, hier begint het bij. Sugarcane. Ik zal je alvast zeggen. Zijn jullie van plan ooit te enchanten in een Minecraft wereld? Moeten jullie maar vanaf het begin af aan zo snel als jullie kunnen sugarcane vinden. Want. Namelijk, iedereen onderschat dat, maar... Voor enchant heb je zoveel sugarcane nodig, dat is abnormaal. Ik echt gewoon 90% van de, ja misschien 80% van de mensen die gaan enchanten, cheaten het in. Gewoon puur omdat ze geen zin hebben om dan nog een mega sugarcane te farmen. Maar omdat ik voor Apollet nu bezig ben, ga ik niet cheaten, dat heb ik mezelf beloofd. Dus, ga ik gewoon een natuurlijke sugarcane farm maken. Nou, als je dat vanaf het begin doet, met 27 sugarcanes, dan kom je er wel. Want het breidt zich toch steeds weer uit. Dus, je gaat gewoon het simpelste doen wat er is. Gewoon het dichtbijste waterbron vinden. Dat is niet zo moeilijk. Ja, al is het voor je huis, in dit geval dus. Gewoon doen. Het groeit steeds weer bij. Zoek je nieuwe bronnen om het bij te vullen. Of als je een hele grote bron hebt, dan heb je geluk. Dan stop je gewoon alles bij elkaar. Kijk, huppakee. Klaar. Is Kees. Ja, ik heb 2 seeds. Ik heb 2 sticks. 2 stone heb ik ook. Crafting table heb ik ook. Dus, wat zien jullie de mogelijkheden al? Zoals ik het altijd zeg. Een hoe. Let's find some extra seeds. Nou, ik ga gewoon, ja. Mensen zeggen dat men zwaar chiller gaat. Dat je er meer krijgt. Dus, soms is dat zo, maar dan is het vaak gewoon puur toeval. Kijk maar, ik heb er al 2. 3, 4. Dat is eigenlijk gewoon puur onzin. Het kan zijn dat het wel eens geweest is in een update. Ik weet niet welke, maar het zou wel kunnen dat het is geweest. Dat mensen het niet uit het niets hebben opgevat. Maar ja, heel veel mensen hebben het gezegd dat het
sneller gaan met een zwaard. Maar ja, zonder van je tijd dus, of zonder van je zwaard dus, je verspilt alleen je zwaard mee. Nou, ik heb er al 11. Ik probeer altijd op een rond getal uit te komen, dus laat ik er 15 verzamelen. Nou, nog eentje dus. Oh, ja. 15. Oh, als een baasje. Nu nog extra water vinden, want dat is niet genoeg. Nou, nee. Dat is niet genoeg. Dat betekent dat ik dichtbij water moet vinden. Dichtbij. Waarom dichtbij? Omdat ik dan niet ver hoef te lopen voor mijn seeds te gainen. Anders ben ik nog wel even bezig. Ja, ik had de rivier gevonden, maar dat is me toch iets te ver. Ik kan er ook via hier komen, denk ik. Oh, ja. Wow. Serieus? Kijk dit landschap. Daarachter jungle biome is wel mooi. Maar kijk dit. Dit is zo groen als het maar kan, dat gras. Of lijkt het aan mij? Een koetje? Nog een koe. Perfect afgestreept zo. Dit is gewoon eigenlijk een hondenuitlaatparkje. Waar ze ook nog even lekker kunnen zwemmen. Dus ook wel leuk voor een farm. Of zou ik het laten bij dierenfarm? Ja. Die ga ik gebruiken als dierenfarm straks. Ja, ik weet het al. Leuk. Leuk, leuk, leuk. Als ik gewoon zorg dat ze er niet uit kunnen komen, zoals nu. Nu kunnen ze er niet uit. Cool. Dan gooi ik ze gewoon allemaal in. Juist. Heb ik dat gezegd? Ja. Oh my god, water. Nog meer. Helemaal recht landschap zo. Wat is dat toch? Is kei leuk, man. Is kei mooi. Maar sinds de nieuwe update heb ik dat kei vaak. Ik weet niet waardoor dat komt, maar... Is wel leuk. Wel mooi. Ik kan niet zeggen van... Bleh. Maar gewoon... Bleh. Dus. Nou, deze ga ik gewoon gebruiken als een farm. Of, ja. Wheat farm. Ook weer zo easy als het maar kan. Het is toch maar voor het begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. 11, 12, 13, 14, 15. Klaar is Kees. Zo, zo, zo. Allemaal rechte muisknop, hè. Voor mensen die het nog niet wisten. Dat is eigenlijk gewoon super easy. Ik heb nog geen axe gemaakt, dat is best wel dom. Hier zijn leuke bomen om te gaan hakken. Dus ga ik met handjes doen. Ja, in real life kun je natuurlijk niet met je handen hakken. Maar misschien wel met een hoe. Zullen we eens proberen? Ja, nee, dus verspilling van je hoe. Maar ik zie dat deze aflevering al heel erg lang bezig is. En ik heb jullie ook wel een beetje bijgeleerd. Dus ik denk dat ik stop met deze aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. En ik zie jullie natuurlijk weer de volgende keer. Doei doei!